Een lokaal bestuur is het bestuurniveau bij uitstek die kan op een integrale manier dit probleem aanpakken. Dat betekent dat je zowel politioneel, maar ook vanuit je hulpverlening, vanuit je sociale diensten, vanuit je bestuurlijke diensten, een gepast antwoord formuleren op maat van elk probleem die zich manifesteert in het kader van radicalisme. Maar een stadsbestuur staat tussen de mensen, krijgt snel signalen en kan op die manier ook problemen snel detecteren. En ik denk dat dat de kracht is van een bestuur als je geïntegreerd en integraal dit soort zaken kan aanpakken. En vandaar ook dat wij, als wij spreken over radicalisering, eigenlijk dat altijd doen op eenzelfde manier. We beginnen met preventie, proactie en natuurlijk zit er ook wat repressie bij. En ik denk als je die cocktail kunt gebruiken, dat je dat probleem ook kunt aanpakken. En daarvoor ben je ingebed, heb je empathie, bouw je aan de maatschappij, aan een samenleving, aan verbondenheid. Want dat zijn de enige antwoorden die je kan geven om een antigif te hebben voor radicalisering. Wat Hans en Wim gezegd hebben, beaam ik voorkomen. Misschien nog twee elementen. Een stadsbestuur heeft de gewoonte om heel horizontaal te werken. Kan dat ook heel goed. En in deze aanpak heb je een horizontale aanpak nodig. Niet in vakjes denken, maar de mens zien en kijken hoe je de mens kan best ondersteunen, helpen of tegenhouden. Twee, een stadsbestuur bestaat, weet dat een stad bestaat uit mensen en alle mensen tellen mee. Burgerschap staat heel centraal in een lokaal beleid. Ik denk dat een strijd tegen de radicalisering alleen maar werkt wanneer we zeker in een multiculturele gemeenschap iedereen naar waarde schatten. Elke mens laten meetellen en een stad uitbouwen die die globalisering omarmt en niet als een probleem, maar als een uitdaging ziet. Als je dat doet, heb je een heel belangrijke stap gezet in de strijd tegen radicalisering. Amen.